Country en omstreken met Wim Kerkhoff. Radio Rijnmond. Een hele goede middag, goedenavond, goedenacht. We beginnen met Irene Kelly, You Don't Run Across My Mind. My heart, you are not a moving part. Here and here you stay, and though you're far away, years and years and still I find you don't run across my mind. Ja, dat was Irene Kelly van de cd Pennsylvania Call, You Don't Run Across My Mind. En dat is de plaat waarmee begonnen. Nog eens aankondigen wat er allemaal gebeurt in het programma. Heel veel. Rens van der Zalm zit bij ons. Hallo Rens. Dag Wim. Te vertellen wat er binnenkort in het Witte Paard gebeurt. Aanstaande maandag al, hè? Ja. Dat komt dadelijk. En het zal nu dat gaan zijn dat het gemeenteraadsverkiezingen ook op handen zijn. Ik heb net al een fraaie boerenpartijposter opgehangen. Want een countryprogramma, ja, een boerenpartij, dat hoort natuurlijk een beetje bij elkaar. Het is een oude poster uit 1967, dus u kunt het niet meer stemmen. Maar als u dit programma luistert om 1 uur 's nachts, woensdagochtend, zeg maar, en dan zit u te draaien, walking after midnight, u kan niet slapen, wat moet ik stemmen? Nou, dan kunnen we in dit programma kunnen we u zeker een handreiking bieden. We vragen aan een aantal politici van D66, PvdA, oudere partijen, ChristenUnie, SGP, you name it. Wat is je favoriete countryplaat? En als u dat helemaal hoort, weet u volgens mij zeker wat u stemmen moet. Dat komt dadelijk. En natuurlijk in het Radio Rijnmond Kerkhof aandacht voor de Youngbloods gitarist Jerry Corbett. Die is van de week overleden. Dus dan gaan we een paar liedjes van de Youngbloods draaien. Dat is een folk country rock band uit de jaren 60. En nieuwe cd's. Ik had er al net al een nieuwe cd. Maar dit is Dancing Tonight. The Last Night in Town van Jeff Woolsey. Met het titelnummer. Didn't win, so let the
man in town. It's my last night in town. I'm leaving this all behind me. But no matter where I go, I know her memories will find me. I was sure she loved me so, but she turned me down. So let the sad music start. It's my last night in town. It's my last night in town. I'm leaving this all behind me, but no matter where I go, I know her memories will find me. I was sure she loved me so, but she turned me down. So let the sad music start. It's my nine in town. Ja, The Last Night in Town. Helemaal nog niet genoeg tijd om de ARP op te plakken. Dit was Jeff Woolsey. U denkt, we gaan het over, maar er worden allemaal posters opgehangen. We hebben ook nog eens een nieuwe cd van Max T. Barnes. Dus zijn vader heet Max D. Barnes. En die was een veel gevraagd songschrijver. En hij heeft samen met zijn vader een aantal liedjes geschreven. Hij zingt minder goed dan zijn vader, maar het mag er ook zijn. Het nummer wordt Brent Mason ook opgevoerd met de gitaar. En Glenn Duncan speelt ook mee met Wild Irish Rose. If you listen, I'll sing you a sweet little song of a flower that's now drooped and dead. Yet dearer to me, yes, than all of its mates, though each holds aloft its proud head. 'Twas given to me by a girl that I know. Since we've met, I've known no repose. She is dearer by far than the world's brightest star, and I call her my wild Irish rose. My wild Irish rose, the sweet search everywhere, but none can compare with my wild Irish rose. My wild Irish rose, the dearest flower that grows. And someday for my sake, she may let me take the bloom from my wild Irish rose. Sing of their roses, which by other names would smell just as sweetly, they say. But I know that my rose now would never consent to have that sweet name taken away. Her glances are shy whenever I'm passing by the bower where my true love grows. And my one wish has been that someday I may win the heart of my wife. Sweetest flower that grows. You may search everywhere, but none can compare with my wild Irish rose. My wild Irish rose, the dearest flower that grows. And someday for my sake, she may let me take the bloom from my wild Irish rose. Thank you.
search everywhere, but none can compare with my wild Irish rose. You may search everywhere, but none can compare with my wild. Ja, betere gitaristen dan zanger, denk ik. Max D. Barnes, zoon van Max D. Barnes. Wild Irish Rose. En bij ons Rens van der Zalm. Nou, Wild Irish Rose, je hebt genoeg Ierse muziek gespeeld in je leven. Ja, ja, ja. Zeker om die titel te kunnen plaatsen. Ja. Maar ja. Dan is het echt Iers natuurlijk. Hè. Dit is, dit is afgeleid. Wij vragen ons af, wat komt er maandag in het Witte Paard? Aanstaande maandag in het Witte Paard, Ian Matthews. Eigenlijk een van de oprichters van Fairport Convention. Ja, hij zat met Judy Dybel nog in. Hè? Met ja, Dana heel vroeger. Ja, ik heb begrepen dat hij op een gegeven moment wegging, omdat Ashley Hutchins, het ging steeds meer de traditionele kant op. En dat hij op een gegeven moment niet meer voor een sessie werd gevraagd. En denk van, nou, ik zal maar vertrekken, want ik ben niet meer nodig of zo. Zoiets, dat zou best kunnen, ja. Ik was toen nog te klein om dat te weten. Dus, ja. En daarna Matthew Southern Comfort. Nou, dat vind ik natuurlijk een fantastische country rock band. En wat heeft hij nog meer gedaan? Plain Song natuurlijk. Plain Song. Ja. En woont al een hele tijd niet. Hij heeft ooit in Amerika platen gemaakt, hè? Maar dat is nu. Hij ging voor een jaar naar Amerika in 1973 en bleef 25 jaar hangen. Ja. En nu en heeft toen 15 platen gemaakt. En ik heb nu begrepen dat hij nu in Amerika Limburg woont, of in Horst. Ja, in elk geval. Zoiets, ja. Horst, ja. En dat is dan vlakbij Amerika, zeg maar. Ja. En wat gaat hij spelen? Komt hij alleen? Hij komt in zijn eentje en hij komt eigenlijk naar aanleiding van hij, toen het Witte Paard begon in 2011, toen was hij de eerste die daar speelde, die we uitgenodigd hebben. Met Egbert Dirk kwam hij toen, een jazzpianist. En nu is het 2,5 jaar later en dachten we van nou, volgens mij mag hij gewoon nu weer komen, weet je. En hij heeft nu ook een nieuwe plaat uit, die Art of Obscurity. Maar die hebben we helaas niet, want hij is nog niet uit volgens mij. Maar dat is, de aanleiding dat we hem gevraagd hebben om te komen. En het is ook wel leuk als hij eens eentje komt. Ja, natuurlijk. En hoe laat begint het? Kwart over acht. Ja, en de deur is 7:30 open. Het Witte Paard in Vreewijk. En de Groene Zoom 245. We gaan er allemaal naartoe. Goed zo. Nee, ik zit dan in Cyprus, maar goed. Dat, ja, je zit in Cyprus. Mag geen... voor €77 hoor. Ja. Ongelooflijk. Dat toch weer wel, dat moet je er echt naartoe. Wij zijn goedkoper hoor. Ja, zeker weten. Hey, we gaan even een succes... Hij heeft het de hele tijd niet gespeeld. En op een gegeven moment is hij het weer gaan spelen, heb ik begrepen. Ja. Dit is toch weer een wat iets oudere cd, maar hij heeft heel veel cd's gemaakt. Dit is Woodstock. En ook helemaal zoals hij het nu klinkt, zeg maar. Ja. Walking down the road, when I asked him where you going, this he told me. He said I'm going down to Yasker's farm, gonna join some rock and roll band, gonna camp out on the land, try to set my soul. We are stardust, we are golden, and we've got to get ourselves back to the garden. Well, can I walk beside you? I just came here to lose the smog. Now I feel just like a cog, something turning. And maybe it's the time of year, or but maybe it's the time of man. And I don't know who I am, but life's for learning. We are stars.
the time we got to Woodstock, they were half a million strong. Everywhere there was songs and celebration, and I dreamed I saw the big jet bombers riding shotgun in the sky. They were turning into butterflies above our nations, and we are stars. To get ourselves back to the garden. We are stardust, we are golden, and we've got to get ourselves back to the garden. Applaus. Dat zal ook zeker klinken in het Witte Paard. Ja, laten we het hopen. Hè? Maandag, natuurlijk. Ja. We gaan even naar Sarah Evans. Dat is heeft een nieuwe plaat gemaakt. Dat is een country-artiest uit Nashville. En dit zingt ze samen met Isaac Slade. Nee. Met Gavin DeGraw. Misschien wel een familie van Tim. Oh nee, DeGraw staat. McGraw. Not Over You. No.
Ik denk, er kon nog een klap, maar nee. Sarah Evans, Not Over You. En aan de telefoon hebben we Yvonne Keely. Hallo Yvonne. Hallo Wim. Hi. Ja, ik wil allerlei politici, aanstaande gemeenteraadsleden bellen met de vraag, wat is je favoriete countryplaat? Ja, en dat is helemaal niet zo makkelijk, want dat zijn natuurlijk ook wel weer een paar hele ouderen. En dan kom ik bijvoorbeeld al heel gauw uit bij Ruby van Kenny Rogers. Die vind ik nog steeds hartstikke goed. En zelfs ook Dolly Parton met Jolene. Maar ik denk, nou nee, want weet je, we zijn alweer jaren verder. Ik heb ook nog wel eens koortjes gezongen, ook voor Buck Owens, ook voor een album van hem. Ja, en dus ik denk, nou, we zijn alweer jaren verder. En nog steeds is de countrymuziek is ook wel aardig crossover geworden in Amerika. Maar heel populair. Ja. En er zijn natuurlijk weer heel veel nieuwe allemaal aan het firmament. En we hebben natuurlijk hele goede bands ook erbij. Ook Rascal Flatts, die zijn hartstikke goed. Maar zo'n meisje zoals Taylor Swift, wat natuurlijk ook gewoon in de popchart staat, is eigenlijk in Amerika ook wel country. Ja, zeker. Die komt ook uit die hoek. En nou ja, vergeet Tim McGraw en zijn vrouw Faith Hill niet. Die zijn natuurlijk ook heel populair en hebben altijd hele goede. Vind ik nog steeds jammer dat het niet uitgezonden wordt in Nederland, want het zijn fantastische shows om te zien. En nou, dan is er weer zo'n hele lijst van welke mensen allemaal genomineerd worden en welke platen. En nou, een van de nummers die ik voor dit programma heb uitgekozen is Highway Don't Care, want dat is een single van Taylor Swift en Keith Urban en Tim McGraw samen met een goede gitaarsolo van Keith Urban. Ik denk, nou, dat vind ik dan weer een goed voorbeeld. Zoals country nu in Amerika ook is. Ja, samenwerking. Waar het nu staat. Ja, precies. Hey, nou, tussendoor, want je had het net over je had ook oudere platen. Maar ja, denk van, als je voor de oudere partij bent, zou je kunnen denken dat je een oudere plaat draait. Maar zo is het niet, hè? Nee, want we zijn natuurlijk een oudere partij voor de moderne ouderen. Ja, want, waar ik meedoe. En mag jouw dochter stemt ook op de oudere partij? Ja, ze stemt op mama. Nou, dat is hartstikke mooi. Natuurlijk. Want zij is natuurlijk wel nu wat ouder, ze is 31, maar het zijn wel de ouderen van de toekomst. Ja, natuurlijk. Hey, ik heb zelf de Rotterdamse stemwijzer ingevuld. Ja. En waar kom ik op uit? Nou, laat maar raden. Je kwam op ons uit. Op lijst 10, ja inderdaad. Nou. De stemwijzer zegt er niet dat ik op nummer 10 van lijst 10 uitkom, maar jij bent dan nummer 10 van 10. In elk geval, ja, succes, daar ben je in elk geval. De co-single vrij en veel aandacht voor historische dingen en zo. Hey, en ook even iets anders, nou ik toch een lijn heb. Countrymuziek zou natuurlijk een enorme lift krijgen door het Ilse de Lange en Waylon, het Songfestival. Ja. Ik heb het lied gehoord, het is natuurlijk wel heel erg... country, dat vindt iedereen ook. Wat vind jij ervan? Ja. Wat schat je de kans in? Nou, ja, dat is altijd, weet je hebt altijd Oost-Europese gedreutel en disco en dat laatste hangt me dat de keel uit. Want denk ik, ja, nou heb ik allemaal wel die herrie gehoord. En dat zag je verleden jaar precies hetzelfde bij Anouk, want dan kwam zij met een liedje wat totaal, een heel ander liedje, was een best wel moeilijk. Ik vond het een moeilijk liedje. Maar dan is het ook wel weer een rustpunt tussen al die herrie. En waarschijnlijk zal dat bij Waylon en Ilse de Lange ook zo kunnen zijn. Maar het is ook wel een goed voorbeeld van een liedje zoals in Amerika nu populair is. Dus ik snap hem wel dat zij dit kozen. Dat ze dit zo schreven samen. Want ze zijn allebei heel vaak in Amerika. En van de verleden jaar zomer was Waylon ook weer heel lang daar. En Ilse ook weer. En daar was het geloof ik ook geschreven. Ik weet niet meer precies hoe het ging. Maar ik snap wel de stijl van dit liedje. En die kon het toch in één keer zingen. Ja, nou, dat is toch mooi. Hey. Dus we gaan niet... Ik vind het weer zielig dat we al iedereen er weer overheen gaan. Ja, dat is Nederlands op z'n smals, zeggen ze dan. Ja. Maar goed, we gaan eventjes Amerika op zijn breed laten horen met Tim McGraw en Taylor Swift en Keith Urban op de gitaar. Highway Don't Care. Hartstikke bedankt, Yvonne. Ja, dankjewel. En succes, hè? Succes okay, woensdag. Dankje. Dag. Oké, dankje. Dag. Bye-bye. Your windows rolled down and your hair's pulled back. And I bet you got no idea you're going way too fast. You're trying not to think about what went wrong. Trying not to stop till you get where you're going. You're trying to stay awake, so I bet you turn on the radio and the song goes. The highway won't hold you tonight. The highway don't know you're alive. The highway.
got a dead cell phone in your shotgun seat. Yeah, I bet you're bending God's ear talking about me. You try not to let the first tear fall out. You try not to think about turning around. You try not to get lost in the sound. But that song is always on, so you sing along. I can't live without you, I can't live without you, baby. I can't live without you, I can't live without you, baby. Highway Don't Care van Tim McGraw en Taylor Swift. Keuze van Yvonne Keely. En we gaan naar de volgende politicus op naar de gemeente Albrandsvaart. En daar zit Johan van Bolswinkel. Hallo Johan. Hallo. Hallo. Zeg, aan jou ook de vraag. Je bent van de ChristenUnie SGP. Dat klopt helemaal. Allereerste vraag. Wat is je favoriete country of aanverwante plaat? Nou, wat ik al tegen je zei was, ik ben natuurlijk helemaal, ik vind mijn favoriete plaat is altijd Kavervaren, omdat ik zelf ook een baard heb en pijpgeruikt heb. Kijk eens aan. En van een goed glas whisky houden, denk ik, nou, dat is om mijn lijf geschreven. Dus het is eigenlijk geen country, maar ik denk, nou, misschien dat je hand over je hart zou strijken om dat voor mij te draaien. Ja, ik reken het goed hoor, gewoon, we gaan het draaien. Maar eventjes nog even over, je zit al 20 jaar in de gemeenteraad, hè? 20 Klopt, jaar helemaal, jubileum. Ja. En toen je begon, heette het toen nog SGP, RPF en GPV? Toen was het GPV, SGP. Ja. Later is dat ChristenUnie geworden. Ja. Dit is ook een internetuitzending, het is dus allemaal te zien. En als je dit nu terug hoort, dan zou je met de camera, dan komt de GPV poster met P. Jongeling voor Vorstenhuis en Vaderland, komt dan nu in beeld. Want kijk, die heb ik toevallig wel thuis, hè? Dat was nog het oude wetmissen. Ja, toen die tijd was dat werd daar veel aandacht aan besteed. Nu ook weer aan andere posters. Ja. Maar Jongeling was een gerenommeerd Kamerlid. Ja, P. Jongeling uit Groningen, geloof ik. Hè? Ja. En oranje, blanje, bleu, zo in die kleuren. De gemeente Albrandsvaart heb ik zelf ook een paar maandjes geleden nog zelfs even op mogen treden met een liedje over de polderkinderen. De dochters van de... het was in de tijd, was de gemeenteraad helemaal een soort voor het blok gezet. Je wordt artikel 12 gemeente als je niet toestemt met deze dingen. En dat ligt nu weer anders.
Dat ligt nu anders, ja. Ja, wat, nou, we hebben afgelopen vrijdag hebben wij een contact gehad met onze lijst, tenminste met de Kamerlid vanuit de Tweede Kamer, Carla Dick. En we hebben met Willy de Zoete, die is van de Provinciale Staten, hebben contact gehad. En met de polderkinderen en met nog een aantal boeren. En toen hebben we toch het nieuwe plan van de boeren is toen nogmaals gepresenteerd aan ons. Om te laten zien van dat het ook anders kan. Ja. Recreatie hoeft niet altijd zo te zijn dat je de boel onder water zet. Maar ja. Recreatie kan ook zijn dat de boeren zelf... wij zeggen, we hebben altijd gezegd, laat de boeren maar dorsen. Ja. En als de boeren dat kunnen doen, zijn dat de beste onderhouders van ja. Het land. En de boeren, dat is, dan zeg je country. En ik heb ook nog een poster van de boerenpartij erop hangen trouwens, op lijst 10. Dat is helemaal. Ja, toen ze, ja, dat, nou, je moet niet gekker worden natuurlijk. Hè? Nee, zo is ja. Maar het, voor ja. De luisteraars... Toch even... geen poster van de PSP, hè? Nee, die heb ik thuis, die heb ik niet meegenomen, nee. Ja. Maar, je weet welke ik bedoel. Ja, ik weet het. Maar het is ook een plattelandsposter, hè? Zo bekijkt, met koeien. Ja. Maar even voor de luisteraars, het gaat er dus om dat een groot gedeelte van het buitenland van Roon, ten zuiden van Roon, dat niet onder water wordt gezet, maar dat de boeren daar... Nou, niet onder water, dat, kijk, de bedoeling was om daar, en ja, en dat, misschien kan het nog verwerken, want volgens mij ben je woensdag weer in de gemeente Amersfoort. Toen wilden zij er een zoet klei oermoeras van maken. Nou, als je daar iets op weet te rijmen, dan zou het helemaal mooi zijn. Wat het is, weten we niet, maar dat de mensen wilden dat daarvan gaan maken. Een zoet klei oermoeras. Zoet klei oermoeras. Volgens mij is het een nieuw woord ook. Ongelooflijk. Ik zeg, we gaan even naar Rens van der Zalm. Die zit hier ook. Die is ooit toegetreden tot de groep Fungus. Ze hebben Pinkpop gestaan, hè? Net als de Stones Fungus. Net voor mijn tijd. Voor jouw tijd. Ja, gelukkig heb ik dat niet meegemaakt. En je baard is er ook af. Nou, ja. Die is vanzelf maar heel uitgevallen. Heel lang geleden had jij ook een baard, hè? Ja. Zoals iedereen bijna in die tijd. Ja, hey. En nu weer, hè? Dus wat dat betreft, ik hoef het mij niet af te halen, ik heb het nooit afgehaald. Zo is dat. Maar ik ben nou weer zeer modern, dus als je nu ziet, half Nederland en half bekende fit Nederland heeft een baard, dus ik kan weer overal verschijnen. Hey, Jan van Wolfswinkel ook. Hey, veel succes aanstaande woensdag. Dankjewel. En we gaan het draaien, kapervaren. Dag! Oké, dankjewel. Joep, dag. Moeten mannen met paarden zijn. Jan Pier, Joris en Corneel, die hebben paarden, die hebben paarden. Jan Pier, Joris en Corneel, die hebben paarden, zijn paarden mee. Al die deftige pijpjes smoren, moeten mannen met paarden zijn. Jan Pier, Joris en Corneel, die hebben paarden, die hebben paarden. Jan Pier, Joris en Corneel. Mannen met paarden zijn Jan Pier, Joris en Corneel. Die hebben paarden, die hebben paarden. Jan Pier, Joris en Corneel. Die hebben paarden, zij paarden mee. Al die dood en duivel niet duchten, moeten mannen met paarden zijn. Jan Pier, Joris en Corneel. Die hebben paarden, die hebben paarden. Kapervaren van Fungus en weer een nieuwe country cd, Kevin Fowler. How country are you? En we draaien If I Could Make a Living Drinking.
Zo, en nu krijgen we nummer 6. En nu krijgen we If I Could Make a Living Drinking. Holding down a job too long ain't never been my forte. Soon as I'm hired, I wind up fired for showing up too late. I ain't too good at hammer swinging or slapping on that paint, but I'm highly skilled and qualified for doing just one thing. Yeah, if I could make a living drinking, I'd be rolling in the dough, chug my way up the corporate ladder, the boss of no time at all. I'd be richer than Oprah Winfrey if I had a nickel for every beer. Yeah, if I could make a living drinking, I'd be employee of the year. I'd never call in sick, wouldn't mind all this working overtime. I'd be too busy boozing to ever join a union, I'd never walk a picket line. I'd work through my lunch hour, would never retire, never touch my 401k. If you do what you love and you love what you do, you never work a single day. Yeah, if I could make a living drinking, I'd be rolling in the dough, chug my way up the corporate ladder, I'd be the boss in no time at all. I'd be richer than Oprah Winfrey if I had a nickel for every beer. Yeah, if I could make a living drinking, I'd be employee of the year. Yeah, if I could make a living drinking, I'd be rolling in the dough, chug my way up the corporate ladder, I'd be the boss in no time at all. I'd be richer than old Donald Trump if I had a nickel for every beer. Yeah, if I could make a living drinking, I'd be employee of the year. Oh, if I could make a living drinking, I'd be employee of the year. Yeah, I'd have more money than old Bill Gates. Woo, I'd be richer than Hugh Hefner. Yeah, I'd have more women than old Tiger Woods. Well, maybe not that many. He's got a lot. You know what I mean? Show me the money. If I could make a living drinking, vraagt of zegt Kevin Fowler. En we gaan verder met de politici, de kandidaat gemeenteraadsleden in de regio Rijnmond. En wat blijkt nu, wie staat er daar op lijst 1 in Schiedam op nummer 7? En aan de lijn Amber Kerkhoff. Hallo Amber. Hallo Wim. Hi. Nou zeg, dat lijkt wel dat riekt naar nepotisme. Ja, bijna wel, maar ja, net niet. Nee, net niet. Zeker weten, want je zit er gewoon keihard op die lijst. En ik moet overvragen, wat is je favoriete countryplaat? Nou, ik heb een heleboel keuze, want ik heb natuurlijk al in mijn jeugd een heleboel country voorbij horen komen. Zeker. Maar mijn favoriete countryplaten zijn, ik vind Big Deal van Leanne Rimes heel leuk. Ja. En Did I Shave My Legs For This vind ik heel leuk. Van Deanna Carter? Van Deanna Carter. A Little Too Late van Toby Keith. Brand New Girlfriend, ga zo maar door. Ja, nou ja, want sinds je leeft heeft je vader al een countryprogramma op Radio Rijnmond. En daar word je dan altijd mee doodgegooid. Altijd die bandjes. Ik kan me voorstellen dat je bij wijze van spreken ook denkt van nou, ik word er doodziek. Ik ga aan de arbeid.
precies. Dan ga je naar de Partij van de Arbeid. Zo is dat. Het is ook een familieaangelegenheid, want Michael Huubrechtsen zit hier. En zijn vader werkt hier ook in het bedrijf. Maar Willem, die gaat eventjes dadelijk ook iets met de techniek doen. Dus. En Yvonne Kielis, dochter, stemt ook op haar moeder. Dus alleen vervelend is dat ik niet in Schiedam woon, want dat kan niet op je stemmen. Nee. Dus ja, dan moeten anderen dat maar doen. Ja. Wat ga je als een stel voor je komt in de gemeenteraad en wat ga je dan voor de countrymuziek doen in Schiedam? Nou, ik denk helemaal niks. Nou, ik denk dat het een goed antwoord is. Want dat kost allemaal veel te veel, hè? Natuurlijk, als je op dingen moet bezuinigen. Die country maken ze maar zelf. Nee, precies. Nou, ik hoop nog wel dat je Zwart Nazet in de Vaart de Volkeren kan opstuwen. Ja, dat hoop ik ook. En heel veel rozen uitdelen nog, hè? Want de campagne is nog niet voorbij. Nee, precies. Vandaag staan we nog op de markt in Schiedam. En morgen gaan we met de PvdA-bus door Schiedam toe om rozen uit te delen, inderdaad. Ja, en die zijn niet geknakt, hè? Zo hoort nee. Dat ook. Rozen moet je niet breken. Nee. Hey, Amber, heel veel succes. En we gaan het gelijk draaien, big deal. En dan helemaal de afloop ook nog eventjes Did I Shave My Legs for This. Hey, bedankt en succes. Dag. Ja, dank je, dag. Well, it used to be mine, not so very long ago. I was crazy to ever let him get away. Girl, you should know better than to go bragging in my face. So forgive me for what I'm about to say. Big deal, so what? Who cares? You just got lucky, that's all. Big deal van Leanne Rimes en Long Stem Roses. Dat is natuurlijk eigenlijk een beetje toch iets voor rozen uitdelen. Ja, even kijken. We gaan verder naar D66 in Vlaardingen. Van Schiedam gaan we naar Vlaardingen. En aan de telefoon hebben we Bert van Nieuwhuizen. Hallo Bert. Hoi Willem. Hi. Aan jou ook de prangende vraag. En ik denk door jouw keuze zullen veel mensen dan inderdaad ook hun politieke keuze. Dat zou in één keer duidelijk worden. Wat is je favoriete country of aanverwante plaat? Nou ja, country misschien niet helemaal, hoewel het een duo is wat altijd vrij veel country muziek ook wel op het repertoire heeft gehad. De Everly Brothers, we zijn begin van dit jaar opgeschrikt door het overlijden van Phil Everly.
Maar de Everly Brothers is voor heel veel artiesten altijd een heel groot voorbeeld geweest. Ik ben in de gelukkige omstandigheid geweest dat ik ze in de jaren 70, 80 en ook 90 nog diverse malen heb mogen aanschouwen in onder andere Ahoy en in ja. Oh, in Ahoy heb je ze ook nog gezien met de vader en zijn moeder erbij. Ja, ik heb ze in 72 gezien in de Ahoy met pa en Ike. Ja, hartstikke leuk, hè? Ja. Heel bijzonder. Ik zat helemaal vooraan, leuk. Ja. Dan zaten we samen op hetzelfde beton. Maar het was een soort nacht van de popmuziek. Ja. En dat liep helemaal door in de volgende ochtend. En toen verschenen ze op het podium. Met Jeff Beck ook nog en Bram en Freek waren er. Maar goed, dat is leuk. Maar goed, D66, daarvoor zit jij ook nog in de raad. Ik zit momenteel in de gemeenteraad van Vlaardingen. En ik wilde graag nog een termijn vastpakken. Vandaar dat de partij mij op de tweede plaats van de kieslijst heeft gezet. En komende woensdagavond zullen we het weten. Ja, zeker weten. En dat is nog spannend. Want net voor Amsterdam, ja, we hebben het niet zo vaak over Amsterdam in de regio Rijnmond. Maar daar zou misschien D66 wel de zaak helemaal kunnen overnemen. Ja, nou, dat heb ik inderdaad gelezen. Amsterdam en ook Utrecht. Daar is de partij dermate populair dat ze wel eens de grootste kunnen worden. Ik verwacht dat eerlijk gezegd in Vlaardingen niet. Maar wij hebben nu twee raadzetels en we gaan ervoor. Voor een verdubbeling. Dus wij verwachten als lokale D66 dat wij op 4 gaan uitkomen. Nou kijk, ik heb nog iets heel anders. Ik heb een poster, maar daar heb ik niet mee. Ik heb allemaal posters hier omheen geplakt. Van de CPN, lijst 6. Stem de Noodraad, lijst 13. KVP, Jack van der Linden. Dat is een Vlaardingse poster trouwens. Hele oude. Ja, allemaal verzameld vroeger. Maar ik heb ook de eerste D66 poster thuis liggen. D66, lijst 19. Hans van Mierlo. Ja. Nou, dat was waarschijnlijk in 1967 voor de Tweede Kamerverkiezingen. En die was te groot om mee te nemen, dus die heb ik thuis. Dus die kan ik niet opplakken hier. Nee, nou ja, goed, oké, dat is jammer. Maar het is inderdaad, en heel leuk, gisteravond was er nog een klein filmpje op tv, of althans donderdagavond was dat een klein filmpje op tv, over politieke partijen en over de uitzending van politieke partijen. En toen kwam het filmpje waarin Van Mierlo op de Amsterdamse grachten loopt. Ja, het bekende filmpje. Ja. Het hele bekende filmpje werd als voorbeeld genoemd. Ja, en toen ging men op een andere manier reclamefilmpjes voor partijen op tv maken. Dus Ondertussen gaat hier de lamp uit. We hebben hier een lamp. En dan gaan we huilen met de lamp uit. Want dan draaien we jouw keuze. Crying in the Rain. Bedankt, Bert. Hoi. Dag. Dag. I'll never let you see the way my broken heart is hurting me. I've got my pride and I know how to hide all my sorrow and pain. I'll do my crying in the rain. If I wait for cloudy skies, you won't know the rain from the tears in my eyes. You'll never know that I still love you so, though the heartaches remain. I'll do my crying in the rain. Raindrops falling from heaven could never wash away my misery. But since we're not together, I look for stormy weather to hide these tears. I hope you'll never flee. Someday when my crying's done, I'm gonna wear a smile and walk in the sun. I may be a fool, but till then, darling, you'll never see me complain. I'll do my crying in the rain. I'll do my crying in the rain. I'll do my crying in the rain. Welcome. Meneer Kerkhoff, komt u maar en trapt u niet op de zerken. Op 9 maart 2014 is overleden in Smiley, Texas, Jerry Corbett, gitarist van de Young Bloods en heeft ook gespeeld met Jack Daniels en platenproducer, onder andere Vincent Starry Starry Night heeft hij ook geproduceerd voor
Don McLean. En met Janis Ian heeft hij ook samengewerkt. Hij was in de jaren 60 samen met Jesse Colin Young de oprichter van de Youngbloods. Een groep die waar hij de eerste de eerste hit voor schreef. Eigenlijk niet een hit geweest, maar de nummer Get Together is wel een heel bekend nummer van zou worden. Maar Jerry Corbett schreef Grizzly Bear. En wat we waanzinnig weinig tijd hebben, maar van nog heel veel over Jerry te vertellen, gaan we er toch gelijk draaien. En volgende week hebben we nog iets meer van de Youngbloods. Nu komt Grizzly Bear. Tot de volgende week. Ja, dat was Grizzly Bear van de Youngbloods. En Jerry Corbett hebben we hiermee herdacht. Michael Huubrechts, bedankt voor de techniek. En Clemens, ook hartstikke bedankt voor de camera. En u ziet hier de lijst van P. Voogd, lijst 9. Afsplitsing van de Boerenpartij. En ik denk, u gaat daar stemmen. En dan denkt u, toenemende staatsbevoogding is kwijnende volkskracht. Oef, er valt er eentje. Keert dit gevaar? Stem P. Voogd, lijst 9. Nou goed, nou, dat kan u niet meer doen. Maar we gaan eruit met Deanna Carter. Did I shave my legs for this? Flowers and wine is what I thought I would find when I came home from working tonight. Well, now here I stand over this frying pan. And you want a cold one again. I bought these new heels, did my nails, had my hair done just right. I thought this new dress was a sure bet for romance tonight. Well, it's perfectly clean between the TV. I won't get so much as a kiss as I hit for. Met.
head for the door. I turn around to be sure. Did I shave my